Goedemiddag lieve vrienden, het is, hoe laat leven we? Het is 11:45, ik heb mijn begeleider van Cirolo, Jack, al gehad. Ik heb dat al keurig netjes, de vaatwasser die draait al. Rebecca is boven bezig, dus ik ben al wel een ruime tijd eruit. Ik heb net vrolijke wc'tjes schoongemaakt. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Dus druk. Het is buiten roetje koud, ondanks dat het prachtig mooi weer is. Mijn bril is nog donker door de zon, maar dat maakt niet uit. En daar zitten die twee weer. En Frode met een lampenkap op de bank. Ja, die is lekker snikkie bezig geweest weer. Maar gelukkig nog geen schade. Maar ik denk, voordat er al schade komt, kappel. Simpel. Moet dit maar niet doen, ja toch? Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik weet niet wat jullie doen gaan, maar ik hou het vandaag rustig. Ja, ik ga er ook niet. Ja, ik moet eigenlijk nog even naar de deken, maar veel zin erin heb ik niet. Het is niet noodzakelijk. Nee, ik kan ook wachten. Ja. Dus ik denk dat ik het ook laat wachten. Dat komt vanzelf wel. Het heeft geen haast nog. Nee. Ik heb nog eten voor ze. Dus de laatste blikjes die zijn bezig. En als dat bijna op is, het zal morgen wel wezen. Dus ik denk dat ik morgen eventjes erheen ga. Ja, wat is er met jou? Hé? Wat is er met jou? Snikkie meneer? Hé? Ja, snikkie meneer, hè? Bijna. Lampenkapje, snikkie meneer. Ja. Zo sneaky. Boef. Maar oké, lieve vrienden, geniet ervan, zou ik zeggen. En tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is nog steeds prachtig mooi weer hier. Het is nog wel uiteraard heel erg koud. En ik heb toch maar besloten, ik neem nog een bak koffie. En dan ga ik toch maar eventjes naar buiten om wat boodschapjes te doen. Het is 3:15 op die klok. Ik zal op mijn horloge kijken. Ja, 14:47. Dus ja, loopt tegen 3:15. Dus ik doe eerst een bak koffie en dan ga ik boodschapjes doen. En die ligt daar heerlijk te slapen. Gewoon, nou, je zou er zo op willen pakken en naar bed willen gaan. En die is momenteel ook lief. Die is ook lief. Eerder lui dan moe. Hé, Frodoetje? Ja. Dus ja, ik ga eventjes toch van het weer genieten. Want stel je voor dat morgen wel regent. Ja toch? Je weet maar nooit hier in Nederland. Ze zeggen van het is mooi weer en dan kan het slecht weer worden. En ja, nou ook de zon die schijnt. De hemel is helemaal strak blauw. Geen wolkje te bespeuren, maar het waait ook zo hard. Dus ja, het is wel, en het is ook koud. De wind maakt het koud. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag, ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. En hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik ben lekker onder de douche geweest en alles, dus ja, het zit allemaal een beetje weer wat strak. Maar het komt alweer goed. Het is vandaag donderdag en het is 11 april en het is, hoe laat leven we? 2:02. Ja. Ik had gisteren niet wat rustig geweest, ik had geen zin meer, ik was zo moe. Maar ik had gisteren nog wel even iets leuks gemaakt. Ja, ik had een paar jaar terug van Corrie ook een amaryllis gehad. En dat zat op een klein schijfje van hout, een rond schijfje van hout. Maar die amaryllis was natuurlijk kapot. Ja, dus dat heb ik eraf gehaald en dat zat op twee spijkers vast. Heeft gisteren mijn begeleider dat eraf gehaald. Maar toen was dat plankje in tweeën gesplitst, omdat er al een klein sierbarstje erin zat, voor de sier. En dan was hij verder gespleten. En dat heb ik gisteren gelijmd. En ik heb er een klein paars stukje van gemaakt. Geen kaarsen erop, nee. Wel andere dingetjes erop gelijmd. Ik laat het jullie even zien. Zo, ik vind het helemaal leuk. Kijk, dat zat er al op met een beetje van dat stro gebeuren. En dat heb ik erop geplakt.
dat hek er wat in gezet en dit, dat zit vast. Die eitjes zitten vast, dit zit vast en dat stokje zit ook vast. Ja, vinden we leuk. Grappig. Ik denk, nou, hebben ze in de hemel ook paarse? Ja, toch? Ik had het mooi bij mijn mannetje neergezet en bij mijn schoonmoedertje. Dus hebben ze daar ook paarse. Ja, ik vind het helemaal leuk. Is geslaagd. Enkel, ja, het is wat teer, want kijk, het zit wel los. Het zit vast, maar toch ook weer los. Dus het gaat niet bij de andere paarse spullen. Nee, ik zet het mooi dan eventjes in de kast. Zodat het niet vies wordt of wat dan ook. Maar oké, lieve vrienden. Het is weer een prachtig mooi weer. Enkel, het is nou meer bewolking erbij. Ja, blauwe lucht is er niet. Maar het is wel mooi weer. En ja, ik ben ook nog niet buiten geweest. Ik heb er ook geen zin in. Na dat gedonder met gistermiddag bij de supermarkt, de Vomar. Ik heb er nog last van. Het is wel minder dan gisteren natuurlijk, het gaat wel weer over. Maar ja, je spieren die staan strak van de zenuwen, je schrikt zo van die dreun. Maar het gaat wel weer over dat ik een oud kereltje ben, en anders maar niet. Maar ik word geen oud kereltje, dus het gaat wel weer over. Ja hoor. Hé, Gandalfie? Wat jouw man? Ja hé, wat dikkie hè? Ja, dat ik ga een bakje koffie maken, daar heb ik wel weer eens een keertje zin in. En ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. En ik zie jullie straks alweer. Doei, doei. Ik heb mijn schort weer om, zoals jullie zien. Met allerlei leuke, frisse kleurtjes. Ik ben weer bezig een smoothie te maken. Alleenig, en krijg ik één ding niet open. Nee, en dat is een kokosnoot. Die heb ik maar weer in de koelkast teruggelegd, want... Mag iemand mij eens een keer fatsoenlijk voordoen hoe dat moet, want ik weet het niet meer. Ik heb wel op YouTube net gekeken, maar daar is of krachten nodig en dan wordt er nog gezegd zomaar klaar. Ja, nou bij mij niet hoor. Nee. Dat, ze moeten maar eens eventjes mij laten zien hoe ik dat op een makkelijke manier kan doen. Zonder al te veel kracht uit te moeten oefenen. Ja, dat, ik krijg hem niet open, dus helaas pindakaas, niet een smoothie met een kokosmelk daardoor, nee. Moet ik dat maar eens een keer kant en klaar gaan kopen, dat het al klaar is, dan kan ik daar wel een smoothie van maken. Maar nou gaat dat feest niet door, nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, als ik het klaar heb, laat ik het jullie weer zien. En dan... zien we wel weer. Ja toch? Ja. Ze zeggen tot later. Doei doei. Ja lieve vrienden. Ik heb het smoothie al geruime tijd af. Ik zou eigenlijk de camera's leeghalen. En ik zag nog een stukje van een smoothie. Ik dacht, oh ja, ik ben het vergeten te laten zien. Nou, twee bekers zo goed als vol. En een klein beetje. Ja, een klein beetje ben ik aan het proeven. Nou, het is heerlijk. Ik heb er ook ananas doorheen gedaan. En ik heb de kokos tot zover open weten te krijgen. Er zitten bovenop drie donkere bruine plekken. En één daarvan is zacht. En daar kun je met een zoveel draaien zo insteken in één. Dan ga je in de kei het vocht eruit gieten. Dat zit er dus wel bij in. Maar het vlees van de kokosnoot niet. Nee, jammer. Ik zet dit in de koelkast, dat stond er al in. En daar ben ik mee bezig om dat te nuttigen. Ja, daar staat de kalfskop uit te drogen. En ja, mijn schroefdraad is weer eens een keer kapot van dit apparaat. Want de camera die stond op dat dwarsstukje. Maar dat gaat nou niet meer, want het schroefdraad dat wil weer eens niet. Dus dan ga ik even van de week, zaterdag of zo, ga ik er even weer mee terug. En dan moeten ze maar weer bekijken hoor. Ja, ze moeten me maar helpen. Dat moet toch goed kunnen blijven. Ik moet dat kunnen losmaken, ik moet dat vast kunnen maken, noem maar op. Nou heb ik gewoon op de standaard staan, maar dat staat ook al niet zo lekker. Nee, ik ook mee uitkijken. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles. Ik ga het ook doen en ik ga even proberen een vlog in elkaar te zetten. Ze zeggen, tot later lieve vrienden, doei doei. Ja lieve vrienden, het is alweer reeds avond geworden.
Het is om precies te zijn 19:39 en we leven nog steeds op 11 april. Ja, 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 ja. Hey, 11. De huwelijksdatum van Karen en Roderick. Dus gefeliciteerd. Hoe lang zijn jullie alweer getrouwd? December, hè? Ja, januari, februari, maart, april, 4 maanden. Woepie, toppie meid. Ja, helemaal geweldig. En ik ga aan de pizza. Ja, lekker, 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 lekker. Pizza met salami, ja. Voor het eerst weer sinds tijden aan de pizza, ja. Voorheen aten wij één keer in de week pizza of patat. En dat was op de dag dat ik boodschappen deed. Ja, toen had ik altijd een speciale dag voor boodschappen en dat was meestal op maandag. En dan aten we pizza en of patatje. 9 van de 10 keer was pizza, maar ja, ik raakte daar buiten gegeten, weet je. Dus daarom heb ik het een hele tijd niet meer gegeten. Maar nou had ik er gewoon weer zin in. Ik denk, nou weet je wat, ik neem er eentje mee. Ja, dat... Ik zou zeggen, lieve vrienden, als jullie ook nog eten moeten, smakelijk eten. En helemaal een fijne, liefdevolle avond toegewenst. Voor later. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond weer op. En hopen dat we weer een mooie zonnige dag krijgen. En ik hoop ook dat de temperaturen ook weer omhoog zullen gaan. Want het is gewoon niet... Ja, ik vind het gewoon niet lekker. De zon mag dan wel wezen. Althans, nu. Het is de hele eindmiddag eigenlijk al grijs en grauw en triest. Niks aan. Nee, de zon die is vandaag niet lang geweest. En ja, er is echt niks momenteel aan. Maar ik hoop dat morgen de zon er weer wel is. Dat we niet hoeven te gaan zoeken naar haar. En dat we dan ook weer betere temperaturen zullen krijgen. Maar dat krijgen we straks wat horen. Want ik heb de televisie... op RTL 4 staan, dus er komt nieuws op, ja. Althans, daar is er al bezig, maar straks het weer uiteraard. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. Vooral met wat jullie doen gaan. En tot later!